Iedereen wil natuurlijk, heeft natuurlijk door dat je volgend jaar naar Feyenoord gaat. Ja, klopt. Die hebben we waarschijnlijk 100.000 vragen erover gekregen. Ja, ja. Maar het is toch wel iets moois. Ja, toch? Hè? Ik kom dichter bij jou wonen. Ja, ja. Ja, dat ook. Ik kom dichter bij Bilal wonen, hè Bilal? Ga je dan vaker langskomen? Hey, Bilal. Bilal. Hij is ook aan het vloggen. Bilal, voor wie ben jij? Ajax of Feyenoord? Ajax. Ah. Maar jij, jij bent ook een Amsterdammer, of niet? Ik ben ook een Amsterdammer, maar ja. So back to what I was saying. Brian! Hey. Alles goed? Hé? Hey. Zo. Ja, dat is een nieuwe blouseje, jongen. Hé? Ziet er goed uit. Hey, vandaag hoeven wij niet te werken. Nee. Je bent vrij. Ja. Hey, weet je waar wij naartoe gaan? Ja. Hé? Ajax. Nee, vandaag geen Ajax. Maar Ajax heeft wel gewonnen. Ja. Van Feyenoord. Nee. Ja, hoe doe je? Hey Bilal, vandaag gaan wij naar FC Utrecht. FC Utrecht. Ja, FC Utrecht. We gaan naar FC Utrecht. Weet je naar wie? Ja. Naar Yassin Eyoub. Yes. Ja, hij heeft zo'n kleine buikje, net zoals Brahim zo. Gaan we kijken wie een mooier baardje heeft. Ja. Zeg eens baardje. Baardje. Ja. Dan gaan we kijken. En hij gaat naar Feyenoord. Hij gaat bij Feyenoord spelen. Ah ja. Maar nu is hij bij Utrecht. Bij Utrecht? Ja. Ga je mee? Ja. Okay. Moet je kijken. Wat is dat? Wat is dat? Dat is een sta... Wat is een stadion? Van? Ricardo Verheyen. Ricardo Verheyen? Nee. Dat is toch geen Ricardo Verheyen? FC Utrecht. Naar Utrecht. Ja, en naar wie gaan we naar FC Utrecht? Naar wie? Wie dan? Naar de Ricardo. Nee joh. Dat is geen Ricardo. Yassin Eyoub. Yassin. Zeg eens, Yassin? Yassin. Eyoub. Eyoub. Yassin Eyoub. Yassin Eyoub. Ja. Hey mensen, een hele goede morgen. Een dag zonder. Zonder? Zonder. Nee, zonder zorgen. Goed, zeggen we het nog een keer. Een hele goede morgen, weer een dag zonder. Zonder. Door wie zijn we uitgenodigd, Bilal? Door wie? Ja. Door wie dan? Ja, ja nou wie? Wie heeft Bilal uitgenodigd vandaag? Ajax. Ja. Dat moest je hier niet te hard zeggen, jongen. Dit zijn... Luister. Hey, kijk eens, dat kan niet zomaar. Hoe heet deze club? Utrecht. Utrecht! We zijn uitgenodigd. Wat voor speler? Wie is de speler die... Ja? Yassin. Yassin, hé! Jurgen. Houston. Mensen, we zijn uitgenodigd door Yassin Eyoub. En Yassin Eyoub speelt op dit moment bij FC Utrecht. En hij gaat, na de zomer gaat hij voor Feyenoord spelen. Wij zijn eventjes benieuwd hoe dat allemaal is. We zijn benieuwd hoe hij als voetballer is begonnen. Nou, allemaal dingen wat je zo meteen gaat zien. Wij gaan in ieder geval genieten. Wij zien er achter een aantal, ik weet niet wie het zijn. Maar we gaan in ieder geval even kijken. Maar hallo, wat ga je doen? Hé, hey, we kunnen hier langs. Hé, hey, hallo. Die is er juist. Dat jij niet mag. Je ziet Bilal kan overal doorheen, hè. Tot zo. Daar! Beetje droge humor, maakt niet uit. Wie is dit? Dit is Utrecht. Utrecht. En wie gaan we opzoeken? Ja. Hey, Yassin. Yassin, en wat is zijn achternaam? Ilias. Nee. Eyoub, Yassin Eyoub. Eyoub. Yassin Eyoub. Kom hier! Daar gaat hij! Nee, nee! Hé, hey, kom op! Oh jee! Oh! Wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij?
En, oh! Oh, nee! Oh! En goal! We hebben gescoord, hey. High five! Zo, hé! Ja, oké. Oh. Hoppa! Kom hier. Ja. Goeiedag jongens. Hallo. Oh. Alles goed? Ja. Wacht even, het is vandaag maandagochtend, maar moest je niet naar school? Nee. Zo, dat is lekker. Maar ik ben benieuwd wie jullie de beste speler van FC Utrecht vinden. Dan vraag ik aan jou. Dat is een hele lastige, hè? Maar ik zou het niet te hard zeggen, want ze staan letterlijk achter je daar. Nee! Wie vind jij de beste speler van FC Utrecht? Ik heb geen idee. Wat? Ruud of zo is er voor. Nee, die is er al uit. Oh. Stel maar even aan mij. Ayoub. Ayoub. Ja. Meen je dat nou? Ja. En wat is zo goed aan Ayoub? Overzicht en dat soort dingen. Die kunnen we wel weten. Oké, nou we komen vandaag voor Ayoub. Ja. We komen vandaag voor Ayoub. Ja. Hoeveel bilans hebben we? 3. Hey, grappen maken. We hebben er 2. Waar is Bilal? Waar is Bilal? Waar is die andere Bilal? Laat me zien. Kijk. Dat is de andere Bilal. Zie je dat? Ja, hier, kijk. Wat gaat hij doen dan? Hey, Bilal, kom. Kom. Kijk, daar, zie je? Kom. Hier, Bilal. Kom eens. Nee, Bilal. Kom. Luister, als ze dit weten, dan maak ik een probleem. Kom. Zeg maar, wat wil je hebben? Wat voor? Snickers? Ja. Volgens mij is die leeg. Ik ben er helemaal klaar mee. Daarop. Jij gaat niet scoren, nee. Oh. Kom hier. Kom, ga je scoren. Kom hier. Hop. Kom hier. Kom hier. Hey. Hey. Kom hier. Ik zeg kom hier. Hey, kom hier. Dames en heren, Lubal gaat daar op de lat. Ja. Hey, wat zei ik je? Hey, ze zijn alleen voor echte. Echte man. Maar wat zouden jullie doen als jullie gevraagd zouden worden door Feyenoord? Door Feyenoord? Ja. Ik zou die stap wel overwegen. Dus, iedereen gaat het zien, hè? Ja. En wat voor team spelen jullie, jongens? Onder 17. Onder 17? Ja. En hoe loopt het een beetje? Nog niet zoals het moet lopen. Nee? Nee. Want? Jullie staan hoeveel? Nou, we zitten nu in verliezerscompetitie. We hebben er pas 1 punt uit 2 wedstrijden, dus... Dus het wordt bikkelen? Ja, zo. Ja, die sport af en toe niet. Maar ik ben benieuwd, ik zal jullie blijven volgen. Ja, top. En hopelijk tot snel. Ja. Ja. Laat, doe jij nou, Jezot? Ik zit net in mijn gesprekje. Waar is die bal nou? Hoe is het? Goed? Gaat het? Hoe is het met je? Goed? Koud hè vandaag? Heel koud hè? Salam alaikum broer. Kedashia. De best? Alhamdulillah. Lekker man. Gaat lekker. Hoe gaat het vandaag? Hé, hey, hoe heet hij? Ja. Zeg maar. Yes. En zijn achternaam is Ayoub. Ja. Hij is nog een beetje verlegen. Ja, een beetje verlegen. Nee toch? Dat hoeft toch niet? Mooie jas aan man. Ja, het ziet er goed uit vandaag. Die jas is alleen voor echte.
Echte mannen. Boksen houden. Weet je hoe hij heet? Zeg maar. Nee. En hoe heet jij? Amgenoot. Ja, je heet allebei Bilal. Ja. Alles goed? Goed zo. Wie genoten? Hey. Wil je nog een foto maken? Hè? Huh? Zal ik het vragen voor je? Met wie op de foto? Hey. Zullen we het vragen? Ja. Mag Bilal misschien met jou op de foto? Ja, tuurlijk jongen. Ja? Hey, kom. Hoor die. Alles goed? Ja, ik ben goed. Wat tussen je benen, stokken moet je altijd. Hij zegt altijd slecht. Hey. Het is goed. Volgens mij is die denk ik een clown, of niet? Hè? Ben ik clown? Hé, hey, maar Bilal. Hey, ik heb een vraagje. Hier, kijk. We gaan het even zien, hè. Let op. Kijk eens, Bilal. Wie heeft een mooie? Hey, man. Hè? Wie? Wie heeft een mooie? Ik sowieso, toch? Zeg maar, wie heeft een mooie? Zeg eerlijk. Dit is helemaal niks. Nah, dit is helemaal niks. Zo, even niet reden? Nee, dat is maar die jongen. Hey, dit is mij. Hè? Voor mij is het lang, van hem is kort. Iedereen kan kort, want lang is moeilijk. Begrijp je? Wat is die van jou? Wat is die van jou? Oei, jij hebt ook, hè? Hij heeft wel een snor, hoor. Kom, gaan we voetballen. Kom, gaan we een balletje trappen. Kom. Oké, okay, Ejo, kun je een beetje aan keeper of niet? Ik ja? Ik ben beter dan onze keeper, man. Oké, okay, dames en heren. We hebben hier Bilal tegen Yesin. En wat gebeurt er? En... Oh! De eerste! Hey, Bilal. Wat is dat nou? Hey. Ja, vriend? Ik heb hem klem, hè? Ja, jongen. Hey. Hey, pak hem maar. Oké, okay. En daar komt die dames en heren. Wat gebeurt hier? En... Oh, kijk, wat is dat? Wat was dat? Hij zat er niet in, hoor. Hé, Bilal. Ja, vriend, de derde moet je scoren, vriend. Okay. Jouw ouders, zijn die altijd meegegaan naar voetbal? In het begin ging mijn vader wel eens mee, toen bij de Dijk. Toen dat was mijn eerste amateurclub, was hij wel eens meegegaan. Maar het interesseerde hem geen moer wat ik deed, maar met voetbal. Had hij wel door dat je... Nee, helemaal niet zo. Helemaal niet. Ik weet nog, ik kan me een wedstrijdje herinneren dat ik... Ik scoorde met een omhaal. Ik was super blij natuurlijk. Ik naar mijn vader toe rennen, zie ik hem zo zitten. Met zijn rug naar het veld toe. Zo. Je weet toch die oude vaders van vroeger zo. Hij zit zo met zijn rug naar het veld toe. Zit. Geniet van uitzicht. En ik. Yeah. En dan, mijn vader had geen interesse in voetbal, weet je. Maar oude generatie, weet je, die kwam hier meer. Wat hoe oud is jouw vader? Hij is alweer in de 70. Ja, oké, okay, dan komt die dames en heren. En wat doet Bilal? Wat doet Bilal? En... Oh! Ja, vriend. Hey. Wat gebeurt hier? Hey, wat is dat, Jesse? Man. Wat is dit? Ja, hey? Man. Ik was ongeslagen. Ja, vriend. Hey, dit is toebestaan voor echte. Echte mannen. Komen jullie uit een groot gezin, of niet? Ik wel 8 kinderen, man, totaal. 8 kinderen? Ja. Hoeveel meiden, hoeveel... Ik heb 5 broers, dus 6 jongens totaal. En 3 meiden. 2 meiden. En jij bent de jongste van... Ik ben de jongste van allemaal. En okay, hebben ze allemaal wel een beetje talent, of... Jawel. Mijn broers hadden wel allemaal echt talent. Mijn jongste broer, die was heel goed. Ja. Die was meer op zaal, echt heel goed. En maar... Willen? Handig, hè? Nee, en mijn andere broer, was Yusuf, die is wat ouder. En hij was echt een goede voetballer, ook een hele goede veldvoetballer. Maar hij scheurde 2 of 3 keer zijn kruisband, toen was het klaar, man. Ja. Ja. Heel vaak merk ik bij voetballers, dan hebben ze een bepaald talent. En dan denken ze, dan ben je er al. Ja, dat merk ik helaas ook. Maar dat komt denk ik ook wel een beetje door de tijd. Hè? Omdat als je een beetje goed speelt en... een paar goede wedstrijden speelt, dan ben je gelijk krijg je stempel van groot talent en super talent. En ja, soms kan dat wat doen met spelers, weet je, en dan kan je een beetje naast je schoenen gaan lopen. Ja. Maar daarin is denk ik wel belangrijk begeleiding, man. Mijn broers die waren heel kritisch, weet je. Op een gegeven moment, mijn vader ging niet meer mee met het voetballen, alleen mijn broer. Ja, in zijn ogen speelde ik nooit een goede wedstrijd. Ja. Dat was altijd kritische punten, weet je. Dus nu nog steeds, op de dag van vandaag, weet je.
Afgelopen, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag speelde ik ook niet een goede wedstrijd. En ja, dan krijg ik niet wat te horen hoor. Maar eigenlijk is dat ook wel een beetje nodig. Terecht, dat komt er ook bij, weet je. Kijk, op een gegeven moment ga je ook nadenken, word je wat ouder, weet je. Dan kijk, zelf ben ik ook gewoon nu best wel verstandig. Ik heb mijn eigen gezin, dus ik maak mijn eigen keuzes. Ja. Alleen, ja, het is altijd goed om te horen van anderen hoe het wel zit. En, kijk, meestal mensen die dichtbij zijn, die zijn gauw geneigd om je op de hemel. Ja. En ik denk dat dat niet goed is voor de talent. Maar kan je wat gemakzuchtiger denken. Ja. Oké, hey, niet vals spelen. Ja, nee, hey, wat is dat nou? Hey, wat ben je aan het doen, joh? Gekkie, kan toch niet? Ja, nee, hij moet, nee, ja, gewoon, nog twee keer. Niet vals spelen bij mij, hè? Hey, je moet wel echt een man zijn, hè? Ja, oké, 3, 2, 1. Ja, oh, ja, dat was een makkie, dat was helemaal niks. Maar hoe blijf je dan met beide benen op de grond als hij kan het vloggen? Ja, dat kan het vloggen, jongen. Ja, dat is een beetje wat ik zeg, in wat voor omgeving je opgroeit. En ik denk dat je zelf ook gewoon slim daarin moet zijn. Kijk, voetbal is natuurlijk een sport waar veel aandacht op zit. En je probeert dan natuurlijk goed te presteren. En als je goed presteert, krijg je die aandacht. Ja. En dan is de volgende fase, hoe ga je met die aandacht om, denk ik. En daarin heb je echt begeleiding nodig, vooral als je jong bent. Als je jong bent, dan één de club. Natuurlijk, die kan daar een heel grote rol in spelen. Hoe ze een bepaalde speler brengen. Heel snel, geeft ze een langzaam, et cetera. Ja. Maar ook heel erg de ouders, of in mijn geval mijn broers, weet je. Dan de omgeving waarin je leeft, dat ze niet... nog meer veer in je reet steken, zoals ze dat zeggen, weet je. Je krijgt al van de media te veel en dan kom je broers erachteraan. Ja, dan denk je dat je onsterfelijk bent, weet je, dus... Ja, dat, ik denk dat dat wel de manier is om toch je focus te behouden, man. Ja. En weet je wat ik ook knap misschien ook je geloof. Ja, dat wil ik net zeggen. Misschien, ik weet het wel zeker, maar ja, ik weet het geloof meedragen. Ik denk dat dat een hele grote rol kan spelen, omdat... ja, zoals iedereen weet, niet geloof is nederigheid, altijd heel belangrijk geweest. Dan moet je niet naast je schoenen gaan. Dus jij bidt 5 keer per dag? Alhamdulillah. En maar is dat plotseling gekomen of ben je er altijd al mee bezig geweest? Ja, niet plotseling natuurlijk. Ik was er wel altijd mee bezig geweest vanaf jongs af aan. Ik heb altijd vanaf mijn 10e, alhamdulillah, gewoon 5 keer per dag gebeden. Bilal! Wat heb je aan? Ja, Bilal! Kijk uit, Bilal! Wat doe je nou, joh? Nee, ja, kijk, vanaf mijn 10e heb ik echt gebeden en heb ik nooit losgelaten, alhamdulillah. En kijk, in het begin ben je ook jong, maak je fouten en dan doe je wel eens domme dingen natuurlijk. Dat hoort er allemaal bij, maar ik had een broer, mijn jongste broer, die praktiseerde al vanaf zijn 16e en toen begon het al bij mij van... de preken al te komen bij mij, weet je. Ja, want ja, kijk, zo YouTube-filmpjes. Hij wel gelijk, weet je. Omdat, kijk, voetbal is natuurlijk helemaal veel aandacht. En ja, het kan je misleiden. En dan kan je ineens vallen in, vrouwen, alcohol, uitgaan. Het bekende verhaal. Het bekende verhaal waar het ook vaak misgaat. En dat is mij niet overkomen, weet je. Ik ben ook bewust ook vroeg getrouwd om stabiliteit in mijn leven te krijgen. Dus. Ja. Hoe oud was je toen getrouwd? 20. 20. Ik heb al 2 kinderen, man. 2 kinderen? Hoe oud zijn ze? 2 en 1. Mooi. Ik heb, zeker weten. Maar dat zorgt ook voor een bepaalde stabiliteit in je hoofd, weet je. Dus ja, ik heb daar ook bewust voor gekozen. En en uiteindelijk voor iedereen die een beetje het geloof meedraagt, is een bijzaak. Absoluut. Dit allemaal. Absoluut. Is een bijzaak. Als je je daar goed bij voelt, dan respecteren mensen dat. Zolang je de ander maar niet tot last bent. Ja. Ik bedoel, ik ben niet daar in de kleedkamer de imam aan het uithalen. Helemaal niet zelfs. Ik bedoel, van, ik ben net zo'n clown als iedereen. Ik hou van grapjes maken, ik hou van spelletjes doen, mensen pesten. Ik ben er ook heel erg goed in, dus het is niet zo dat ik heilig ben, helemaal niet zelfs. Maar ja, kijk, op momenten dat ik weet wanneer er een andere je zin gevraagd wordt, dan doe ik dat ook. Maar dan is dat alleen maar voor mezelf. Absoluut. En voor mijn gezin. Dat is dan voor de mensen met wie ik dat wel kan delen. Met de mensen die een andere prioriteit daarin stellen. Dan kan je op een hele andere manier mee praten. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is eigenlijk een beetje mijn verhaal. Zeker. Leuk hoor. Langere aanloop. Ga maar meer naar achteren. Jij meer naar achteren. Meer naar achteren. Ah!
Kom hier, ja. Hey. Ja, vriend. Hey. Jij hebt mij verpest, man. Hij is een grapjas. Ben ik grapjas? Jij bent grapjas, man. Jij bent nog twee keer. 3, 2, 1. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er, dames en heren? Ho, ho, ho. Oh, wat een redding. Wat een redding. Wat een redding, hé. Je hebt nog een pak. Hé, ik heb nog nooit penalty gemist, hè. Nog nooit penalty gemist, hè? Je gaat nu. Iedereen wil natuurlijk, heeft natuurlijk door dat je volgend jaar naar Feyenoord gaat. Ja, klopt. Je hebt waarschijnlijk 100.000 vragen erover gekregen. Ja, ja. Klopt. Maar het is toch wel iets moois. Ja, toch? Hè? Ik kom dichter bij jou wonen. Ja, ja. Ja, dat ook. Ik kom dichter bij Bilal wonen, hè, Bilal? Ga je dan vaker langskomen? Hey, Bilal. Bilal. Hij is ook aan het vloggen. Bilal, voor wie ben jij? Ajax of Feyenoord? Ajax. Ah. Maar jij, jij bent ook een Amsterdammer, of niet? Ik ben ook een Amsterdammer, maar ja, kijk, ik ben niet meer, ja, nu is het voor mij gewoon Feyenoord, weet je. Het is een hele mooie club, nee, grote club, weet je. Het is een fantastische club. Ik wou net zeggen, en, ja, ik ga er gewoon voor en het is weer een nieuwe fase in mijn carrière. Ik ben blij, ook deels heel erg blij dat mijn gezin ook hier blijft. Ja, ja, ja. Ik heb kleine kinderen, zoals je weet, dus dan is het goed voor hun ontwikkeling om toch hier te blijven, weet je. Ja. Wat is uiteindelijk jouw ambitie? Is dat gewoon in Nederland? Of wil je uiteindelijk toch wel de stap maken naar het buitenland? Ik wil heel graag de stap maken naar het buitenland. Het zat er ook dik in dat ik naar het buitenland zou gaan. Maar kijk, ik ben 23. Ik bedoel, het is nog vrij jong. En toen de stap Feyenoord kwam, ja, dan is dat de ideale stap, ja, om daarna weer een vervolgstap te maken. Ja. Maar ja, ja, uiteindelijk, ja, je gaat kijken naar wat het maximale haalbare is in je carrière. Ja, nu ga ik, nu is mijn volgende stap dus naar Feyenoord. En dan ga je ook weer je naam weer moeten opbouwen zoals, absoluut, je dat hier hebt gedaan. Zeker. Dan begint het gewoon weer bij nul. Niemand, je hebt geen credits meer. Nee. Dat is heel normaal en dat hoort ook zo, denk ik. En in de topploeg is het nog moeilijker credits te verdienen dan hier, denk ik. En dat is alleen maar goed. Het is goed voor je ontwikkeling, want dan word je toch weer op een andere manier geprikkeld. Ja. Waardoor je weer andere dingen uit jezelf haalt. Ja, zeker. En dan ga ik weer kijken wat daar mijn lat is. Ja, dat is gewoon stap voor stap, denk ik. Zalde. Kom eens op. Kom. Kom. Nee. De laatste bal, dames en heren. De laatste bal. 3, 2, 1. Wow! Ah, hij zat erin. Jij zat. Hey, jij bent Waar kom je uit Marokko vandaan, Jesse? Hussima, maar ik spreek gewoon Arabisch, man. Serieus? Ja, man. Maar wacht even, mijn vrouw, die komt ook uit Hussima, man. Ja? Zo? Maar is dangerous, vriend. Vaardig, joh. Riffa. Sla. Ahmoed. Ga je weten, Ahmoed. Maar ik ben Arabisch opgevoed, man. Ja? Maar ik kan ook Berbers, dus als je met mij Berbers praat, dan is het goed. Arabisch ook goed. Ook goed. Wat je wilt. Sushi mag ook. Yes, sushi. Nee, beetje. Fetah niet. La best. Ben je geer. Ja, toch dat. Dat is wat dingen ken ik. Je penalty bij mij gesproken, ga je gelijk stoer doen hier. Hey. Er staat wel de naam van mijn zoon op en mijn moeder en mama. Kijk. Echt waar? Ik moet wel Marokkaans vlag. Kijk, dit is mama. En dit is Obeid. Dat is mijn zoon. Ja? Hé, hey, wat zeg je dan, Bilal? Ga je hem onthouden? Zeg ze Obeid? Zeg ze Obeid? Obeid. Ja. Wat kan ik je nog geven? Allah, echt dankjewel, man. Graag, ja, echt tolle, echt barkelauw, ik. Echt gruwelijk, man. Kleine man. Hey. Kleine man. Ik wil het borg bij je vak. Inshallah. Amin. La familie Kevin, inshallah. Barkelauw, ik. Kijk. Pila. Wat was koud? Hè? Hey. Ben je blij? Ja, geef maar aan Brian. Nee. Ja, maar. Dacht je? Hè? Nee.